Dank voor nu. De waardering voor het zorgpersoneel is tijdens deze coronacrisis groter dan ooit. Het zijn ook de zorgmedewerkers die de grootste risico's lopen om besmet te raken, zonder dat ze goed zijn verzekerd tegen de mogelijke gevolgen. Twee chirurgen hebben daarom een steunfonds opgericht. En dat zijn Sander Muis en Marijn Howard. Goedenavond, hartelijk welkom. Ja, hoe ontstond dat idee voor zo'n steunfonds? Ja, een kleine 3 weken geleden opereerde ik de eerste patiënt in ons centrum met een verdenking op infectie met coronavirus. Standaard nemen we natuurlijk best een hoop maatregelen rondom zijn operatie. Alleen in dit geval zijn dat een hoop meer maatregelen. Jassen, kapjes, mutsen. En ik merkte aan het operatieteam waar ik mee werk dat er toch onrust was. Dat er toch gedacht werd van, ja, ik ben al iets ouder en ik heb astma. En wat nou als mij wat overkomt? Er was eerder nog niet zo'n bewustwording. En er was dus ongerustheid. En op basis daarvan kwamen we in gesprek en dacht ik, ja, je hebt misschien wel een punt. Want als mij wat overkomt, ik ben heel goed verzekerd. Maar mijn operatieteam, die is niet zo goed verzekerd als ik. Waarom niet? Ik verdien meer. Ik verdien meer. En je hebt ook een betere verzekering. Ik heb een verzekering extra afgesloten. Ik kan dat. Ik kan dat dragen. Ook mij kost het natuurlijk een hoop geld, maar ik kan dat dragen. Niet iedereen kan dat. Oh, nee. En dat was mij eigenlijk nooit zo duidelijk geworden. En toen ik in de auto terugreed, toen heb ik Marijn gebeld en ik zeg, joh, wat nou als die mensen wat overkomt? Ja, en wat bedoel je dan met wat overkomt? Dat ze ziek worden van corona? Nou ja, of erg genoeg dat ze op de intensive care komen, of nog erger dat ze komen te overlijden. Hè? Wie zorgt er dan voor onze zorgverleners? Nou, daar hebben we een blog over geschreven. Daar zijn ongelooflijk veel reacties over gekomen uit het hele land. Waaronder van de VVAA, dat is een belangenorganisatie van zorgverleners. En die hebben tegen ons gezegd, jongens, we hebben startkapitaal voor jullie. Ga die stichting opzetten. Nou, dat hebben we gedaan met een hele hoop ontzettend goede mensen om ons heen. Wij zijn twee chirurgen. He, dus wat voor verstand hebben wij van het opzetten van een stichting? Maakt niet uit, je kan ook heel veel van virussen weten als je eigenlijk andersoortige onderzoeker bent. Zo zou je het kunnen zien, maar we hebben het zekere voor het onzekere genomen en een hele goede club mensen om ons heen verzameld. En heel veel mensen hebben ons om niet geholpen om de stichting ZWIC, Zorg naar Werk in Coronazorg, op een goede manier op te zetten. Oké, okay. En uiteindelijk is er dus een soort van verzekering gebouwd. Wordt er een verzekering gebouwd voor mensen die ziek kunnen worden van het coronavirus? Nou, als een verzekering zou ik het niet zien, want iedereen is verzekerd. Waar het om gaat is dat wat er nog aan gat overblijft naast een verzekering, dat we vonden dat de mensen die nu voor ons in de frontlinie staan, die nu de risico's nemen in deze rare tijden, want het zijn rare tijden voor iedereen, dat die mensen niet in dat gat moeten vallen. Dat ze zelf daar niet in terecht moeten komen en als ze overlijden, dat hun familie niet in dat gat terechtkomt. Dus zie het niet als een verzekering, maar zie het als een bijdrage. Het is ook een eenmalige bijdrage bovenop de verzekeringen die we kennen. Ja. Welke problemen kunnen de mensen, waar lopen ze tegenaan? Stel je voor een verpleegkundige die bijvoorbeeld niet goed verzekerd is. Mm-hmm. Noem eens een scenario wat... Nou, wat je je zou kunnen voorstellen is dat iemand op de intensive care komt te liggen. Daarna kost het ongelooflijk veel moeite om daarvan te herstellen. Je verliest bijvoorbeeld 1,5 kilogram spieren per dag. Dus mensen kunnen niet meer lopen, moeten weer leren praten, moeten fijne motoriek leren. Die komen in een revalidatietraject terecht. Hè? En die moeten thuis alles opnieuw doen. En om deze mensen zeg maar niet te laten vallen. En nou, zijn wij bekend met 3 voorbeelden die helaas al in onze doelgroep vallen. En als je die verhalen hoort, dat lijkt heel erg op wat ik net zeg. Ja, dan slaat de schrik je toch om het hart. En om die mensen in ieder geval om voor hun te zorgen, te voorkomen dat zij ook nog financiële problemen krijgen, hebben wij de stichting ZWIC opgericht. Want hoe lang zou bijvoorbeeld zo iemand uit de roulatie kunnen zijn? Nou, het eerlijke antwoord is, we durven natuurlijk niet te zeggen, want we weten niet wat dit coronavirus gaat doen. Maar over het algemeen kan je zeggen dat het een herstel van de intensive care opname duurt jaren. Ja. En over welke bedragen hebben we het als we het hebben over wat jullie willen uitkeren? We hebben het over €30.000 voor een intensive care opname. En we hebben het over €50.000 voor nabestaanden van zorgverleners die komen te overlijden. En zo'n €30.000, dat is het equivalent van?
Nou, we hebben berekend, we hebben een aantal hele slimme mensen in onze groep. En die hebben gekeken naar wat is het financiële gat waar mensen in terechtkomen. En daar hebben we gezien dat we met dit bedrag mensen ongeveer 2 jaar financieel uit de problemen kunnen. Oké, want dan ga je ervan uit dat mensen 2 jaar niet kunnen werken als ze op de IC hebben gelegen. Ja, potentieel. Ja, dat zou kunnen. Ja. In Italië hebben we best veel verhalen gehoord over artsen die zijn overleden zelfs en die besmet zijn. In Nederland lijkt het nog mee te vallen, kan ik dat zeggen? Of horen jullie wel veel verhalen van medici en medisch personeel? Wat het is dat we ten eerste natuurlijk gewoon achterlopen op Italië. Laten we daarmee beginnen. En we hebben natuurlijk naar de landen om ons heen gekeken, ook wat betreft getallen en aannames daar op basis daarvan gedaan. Echter, wij zien nu dat er natuurlijk een heel groot deel van zorgpersoneel besmet is, zoals we weten. Ik bedoel, daar is over gepubliceerd. En we weten ook dat een bepaald aantal daarvan dus ernstig in de problemen zullen komen. Wij gaan niet zitten wachten totdat we te laat zijn om zo'n fonds op te starten. Deze mensen hebben onze zorg nodig als het misgaat. En daar zijn wij verantwoordelijk voor, met z'n allen. Ja, ze hebben natuurlijk al ontzettend. Ze dragen nu al zo'n grote zorg. En dan wil je niet dat dit soort mensen ook nog. Ze werken in omstandigheden die ze niet gewend zijn. Ze doen ook werkzaamheden die ze niet gewend zijn. Mensen die van de operatiekamer daar gewend zijn te werken, die werken nu op een IC. Die doen andere handelingen. En die doen ze met volledige inzet. Gewoon voor de patiënt. Ze stellen geen vragen: moet ik dit doen? Nee, ze doen het. Dan moeten wij er ook voor hen zijn als het misgaat. Hebben jullie veel reacties gekregen van collega's naar aanleiding van dit initiatief? We hebben ontzettend veel reacties gekregen van collega's. En een aantal van die reacties zijn hartverwarmend. Want zeker onze verpleegkundigen, dat zijn mensen die er altijd zijn voor de patiënt en eigenlijk primair aan een ander denken. En wie zorgt er nou voor hun? Dus dat is iets wat we heel erg terug hebben gekregen. Dat ze het fantastisch vinden, zich gesteund voelen. En dat we ook zeggen van nou, applaus is mooi, maar steun is beter. Ja. Minister De Jonge heeft gezegd, ik ga het geld verdubbelen. Blij mee? Fantastisch nieuws. Ja? Alleen verdubbelen als je... Er moet wel iets zijn. Er moet wel iets zijn. Hoeveel hebben jullie nodig? Wij denken dat we 20 miljoen euro nodig hebben. Maar hoe kan je dat uitrekenen? Dat weet je nog helemaal niet, toch? Lijkt me. Nee, dat weten we niet, Sander. Maar ik zie jou kijken. Jij wil er... zoals ik net zei, we hebben natuurlijk naar de landen om ons heen gekeken. En zoals iedereen in deze coronacrisis werk je inderdaad met modellen. Dat is een feit. En die 20 miljoen die is inderdaad gebaseerd op wat we in Italië hebben zien gebeuren. Maar in Italië is het veel erger geworden dan hier, hè? Is het veel erger geworden? Dat is nog de vraag. De vraag is... Oké, ben ik te optimistisch? Nogmaals, wij lopen achter op Italië. Maar laten we hopen... Laten we echt hopen dat we niet in Italië terechtkomen. En laten we hopen dat onze inschattingen veel te pessimistisch zijn geweest. Zeker. Want het is echt een no-brainer om een keuze te maken tussen op de IC met 30.000 euro of gewoon thuis bij je familie. Dan kies je voor laten we hopen dat, juist. Dat we er wat dat betreft natuurlijk... zwaar overschatten, ja. Als dat zou kunnen. Is, Italië is niet Italië. Lombardije is hier totaal iets anders. Ja, dat is waar, dat verschilt per regio. En in Nederland is Brabant ook iets totaal iets anders dan Groningen. Ja, oké. Okay. Tot slot, mensen die een bijdrage willen leveren, wat kunnen die doen? Die kunnen naar onze website gaan, zorgvoorzorgverleners.nl. Help ons allemaal mee. Geef voor zorgverleners heb ik staan. Of sorry. Geef voor zorgverleners. Geef voor zorgverleners.nl. Dank Thijs. Daar kan je geld over maken als je dat wil. Dank jullie wel en succes met jullie initiatief. Ja, succes.